Jordi, eerst en vooral welkom bij het interview. Eerste vraag is een vrij simpele. Hoe gaat het met u? Het gaat supergoed met mij. Ik denk dat we hier op een mooie locatie zitten en een tot nu toe zeer geslaagde stage. Dus nee, alles top met mij. Je bent nu een dikke maand al actief bij KV Mechelen. Hoe is het al meegevallen? Het is supergoed meegevallen. Ik ben zeer positief, eigenlijk vanaf het eerste moment. Positieve indrukken, zowel sociaal als inhoudelijk. Een goede klik met alle mensen van de staf, met spelers ook heb ik de indruk. En dat is voor mij wel belangrijk. Enerzijds dat sociale, anderzijds het inhoudelijke. Om echt tot diepgaande analyses te komen dan in mijn geval. Dus nee, super tevreden en positieve eerste indruk. Ja. Moet ik even duidelijk stellen voor de mensen die het misschien gemist hebben. Jij bent de nieuwe videoanalist, komt in de plek van Maxime Wouters. Ja, top. Voor zij die denken van, ik weet wat een videoanalist doet, maar niet volledig zeker zijn. Wat moet een videoanalist doen? Vooral tijdens de week bijvoorbeeld. Tijdens de wedstrijd spreekt misschien tijdens iets meer voor zich. Ik zal vanaf het begin starten. Ik ben dus nu nieuw. Ik werk voor de eerste keer samen met deze coach. Dus we starten eigenlijk met vele gesprekken te voeren om de visie op elkaar af te stemmen, zodat ik eigenlijk perfect op de hoogte ben van wat de coach verwacht van ons, van de spelers. En eigenlijk die visie en ideeën optimaal in beeld probeert te brengen. Dus dat is eigenlijk het globale pakket waarvoor ik verantwoordelijk ben. Hoe ziet dat er in een week dan uit? Dat gaat van opnemen van trainingen. We hebben een drone aangekocht waarmee we echt superbeelden hebben om echt diepgaande analyses te kunnen gaan maken. Ik analyseer de tegenstanders. Dus per tegenstander bekijken we een wedstrijd van 3 tot 5 wedstrijden ongeveer. Ook trainingsbeelden worden geanalyseerd. Ik maak presentaties op voor de meetings van analyse tegenstander, van eigen speelwijze. Al dat soort zaken bevatten eigenlijk de week een beetje. Ja. Ik zie jou hier op stage vrij vaak mee op het veld staan. Heb je daar dan tijdens een normale week tussen haakjes ook nog tijd voor? Of ligt dat misschien wat moeilijker? Want ik begrijp wel dat het een vrij stevig pakket is wat je te verwerken. Ja, het is sowieso een stevig pakket. In mijn vorige club werd dat pakket uitgevoerd door meerdere mensen. Dus het is iets dat ik nu alleen moet doen. Dus inderdaad, nu in het begin, omdat er nog geen wedstrijden zijn, competitiewedstrijden, de analyse tegenstander nog wat beperkter is, kan ik inderdaad meer op het veld staan. Ook om die eerste stappen in het ontwikkelen van de visie en speelwijze, om dat goed mee te hebben, goed mee in mijn gedachten, zodat ik dat daarna optimaal kan omzetten in de beelden. Ik heb zelf ook al wat coachingervaring, dus ik probeer ook hier te blijven bijleren en mijn steentje bij te dragen waar het kan en waar nodig. Je haalt het zelf al aan, je hebt al ervaring in het coachen. Waar heb je die ervaring op gedaan? Wat staat er al op jouw cv? Ik ben op mijn 14 jaar begonnen bij Patro Hoevenen, een lokale club waar ik zelf ook lang heb gespeeld. Ik ben daar begonnen omwille van dat ik zelf enkele zwaardere blessures had als voetballer en dus een periode niet meer kon voetballen, dus dan gestart met coachen. En dan vandaar ben ik naar Capelle gegaan, interprovinciaal niveau, U11 gecoacht daar. Na een half seizoentje een stage begonnen, dat was in combinatie met mijn bacheloropleiding bij STVV. Dus dat waren mijn eerste stappen in het elitevoetbal. Van STVV ben ik het jaar daarna naar Antwerpen gegaan, de jeugd gaan trainen. 3 seizoenen was ik physical coach, U13 tot en met U15. Waar ik ook als trainer een assisterende rol had binnen die teams. En dan vorig jaar had ik besloten om een stap terug te zetten van Antwerpen naar Capelle. Waar ik U17 teamtrainer werd en na een half seizoen de stap maakte naar assistenttrainer bij het eerste elftal van Capelle. Okay. En dan nu hier terechtgekomen. Dat is al een stevig gevulde LinkedIn-pagina. Ja, klopt. Voor de rest, je doet dan ervaring op in al die geledingen van het jeugdvoetbal, maar ook van het volwassen voetbal. Wat zijn zo de dingen die je daar leert? Want dat is nog iets anders dan omgaan met profs, denk ik dan. Klopt. In dat jeugdvoetbal gaat het voornamelijk om ontwikkeling, spelers beter maken, ervoor zorgen dat ze de volgende stappen zetten richting eventueel een profcarrière en anderzijds naar een fijne vrije tijdsbesteding zo lang mogelijk en gewoon een betere voetballer worden en plezier beleven aan voetbal. Dus dat zijn zo'n beetje de dingen. En in profvoetbal gaat het om als collectief beter te worden, om prestaties neer te zetten, resultaten te halen. Dus er kan directer omgegaan worden met de spelers, met de materie, om hoeveel doelgerichter
te werk te gaan richting een resultaat. Dus dat is wel een groot verschil. De lat ligt hoger, de eisen zijn hoger. Dus alles kunnen we er iets korter op zitten en diepgaander met de materie omgaan. Ja. Hoe vertaalt zich dan naar bijvoorbeeld het feit dat je nu mee langs de zijlijn staat tijdens de trainingen? Wat is jouw inbreng dan? Is het vooral kijken en leren? Of is het toch ook nog hier en daar zeggen, coach, ik heb dat en dat opgemerkt? Of? Ja, het is beide. Sowieso beide. Ik film vaak onze trainingen, vooral tactische vormen met de drone. Ik kan tijdens het filmen die beelden bekijken op mijn controller. En dan zie ik soms dingen die uiteraard de coaches niet altijd kunnen zien. Ik zie de ruimtes vanuit vogelperspectief. Dus bij momenten kan ik bepaalde zaken zien en die geef ik dan mee aan de coach. Of waar mogelijk aan spelers individueel om de oefening of het doel van de oefening beter tot zich te laten komen. Dus. KV Mechelen staat bekend als een familiale club. Hoe heb jij dat gemerkt bij bijvoorbeeld je aankomst in onze club? Ik werd zeer hartelijk ontvangen. Eigenlijk al voor de aankomst had ik een eerste gesprek met Tim Matthijs en met de coach. En dat was voor mij voelde zeer positief. De eerste handdruk, zeg maar, dat was voor mij, dat gaf direct moed en een goed gevoel. En dan verder, alles wordt gedaan met een lach en met plezier. Wordt elkaar geholpen en ja, ik kom elke morgen met superveel plezier en enthousiasme naar het werk. Ik sta vroeg op, moet redelijk ver rijden tot nu toe nog. Dus en allemaal met een lach en met plezier, omdat het een fijne werkomgeving is. Ja. Bij een familiale sfeer hoort natuurlijk ook wel af en toe een mopje. Hoe vaak ben jij al Jordi genoemd in plaats van Jordi? Dat is redelijk vaak al gebeurd, maar ik heb proberen dat van het eerste moment meteen duidelijk te maken. We hebben onze materiaalman Mark, die er dan een soort spelletje van maakt om mij opzet Jordi te noemen. Dus dat is dagelijks en dat maakt het wel leuk. Ik noem hem dan Erik of Dirk of Bart of noem ik hem dan terug. En dat is telkens een leuk momentje dagelijks. Dus, maar over het algemeen word ik Jordi genoemd. Dat vind ik mooi zo. Ja. Oké, top. Dan hoop ik dat er nog veel leuke en mooie momenten komen. En dan wensen we jou van harte welkom binnen de club. Super, dankjewel.